Het is super belangrijk om de juiste informatie aan de generatie hierna te geven, want het gaat helemaal mis. Wij zijn sowieso niet goed geïnformeerd door de generatie voor ons. Heel veel dingen hebben ze, verzwijgen ze nog steeds, willen ze niet over praten. Maar ik wil ook niet horen hoe geweldig het was in de jaren 80 en toen jij geld had. Dat wil ik niet horen. Ik wil horen hoe ben je het kwijtgeraakt. Hoe ben je al die money kwijtgeraakt die eigenlijk nu oud geld moest zijn. Ik ken heel veel mensen die zogenaamd miljonair waren. En op een gegeven moment zitten ze nu gewoon in sociale dienst. Niet dat het verkeerd is, maar als je 2 miljoen had in de jaren 80, dat betekent dus dat je gewoon alles hebt gesmeten. Je hebt het gewoon even snel. Het maakt mij niet uit of het zwart, wit, groen was of wat dan ook. Het gaat erom dat, vertel me niet alleen die leuke verhalen. Vertel mij ook dat jij die money bent kwijtgeraakt door de verkeerde keuzes. Welke keuzes waren dat? Ik wil dat gewoon weten. Ik kan gewoon niet geloven dat ik als Surinamer zulke prachtige mensen leer kennen, zie om me heen, harde werkers, een schaafijsman. Je kan me niet zeggen dat je generatie na generatie dezelfde schaafijskraam nog steeds hebt. Niet dat dat erg is, maar als jij de beste schaafijsman bent van de buurt, wijs mij dat dan ook. Het kan niet zo zijn dat ik vorig jaar of de jaar daarvoor naar Kwaku ga, dan zie ik een Nederlandse man gewoon een elektrische schaafijs hebben. En jij lijkt alsof je 24 uur in de zwembad hebt gelegen, omdat je zo lang al die ijs loopt te schaven. Je moet luisteren naar de jongeren. Je moet naar ons leren luisteren. Wij zien dingen die jullie niet zien. Wij zijn op internet. Ik hoef helemaal niet mijn moeder van 70 of weet ik veel hoe oud op internet te zien voor Lukus Masani. Dat hebben jullie al genoeg gedaan en het heeft ons nergens gebracht. En die ooms die al die cafés hadden, vertel ons hoe je die money bent kwijtgeraakt. Vertel ons hoe de hel jij jouw buitenvrouwen achter de kassa hebt laten zetten en dan gewoon jouw vrienden gratis hebt laten drinken totdat je weer bankroet bent gegaan. Vertel ons de waarheid. Vertel ons niet wat voor Mercedes of Benz je had in de jaren 80 als je nu een fiets rijdt en in de voedselbank zit. Ik wil dat niet horen. Wij willen niet de generatie worden die jullie precies na doet. Ik ben daar zwaar op tegen, man. Ik ben echt zwaar op. Ik kan gewoon niet begrijpen dat wij van bloedworst, vleeswoord, fladder gewoon echt bijna een culinaire gerecht hebben gemaakt. En nog steeds duwen een kruiwagen. Hoe de hel hebben we nog steeds die kruiwagens? Waarom hebben we geen tenminste een Vietnamese lumpia kraampje waar iemand gewoon gedekt is en gedekt is? Waarom denk je dat jullie jongeren of jullie zoon of dochter geen zaak willen overnemen? Omdat jullie niets hebben gedaan sinds de jaren 80. Jullie zijn gewoon beter geworden in recepten maken. En dan willen jullie ook nog die recepten niet weggeven. We hebben geweldige dingen die ons beter maken. Ik ben gekomen met Semos. Mijn ouders hebben mij niet geleerd van Semos. Ik ben zelf boeken gaan lezen. Ik ben zelf dingen gaan onderzoeken. Ik ben zelf recepten gaan maken. Maar mijn familie heeft geweldige recepten. Ik wil graag dat mijn ouderen inzien dat ze die recepten moeten overdragen aan de nieuwe generatie. Of jullie het nou willen of niet. Het kan niet zo zijn dat wij met kruiden verschrikkelijk goed zijn. En we gaan naar Kruidvat. Nu pas zien mensen in wat MrSemos.nl voor hun doet. En dat is gek. We gaan met verschrikkelijk veel nieuwe producten komen. Maar het doet me verschrikkelijk pijn dat altijd tijdens familiefeestjes alleen maar mooie verhalen worden gegeven. Hoe rijk oom Guno was. Of hoe rijk Jimmy was. Of wie dan ook. Of tante Sjane. Maar tante Sjane zit nu dik in een rolstoel. Of ze kan niet meer bewegen. Want als jij dik wordt in onze gemeenschap, gaat het goed. Nee, het gaat niet goed. Je bent dik geworden. Dat betekent dat je niet voor jezelf hebt gezorgd. Je hebt niet goed je hebt gewoon de verkeerde informatie gekregen. Hé, ik kom fatu. Hé, goboeng. Nee, het gaat niet goed met je. Je moet naar de goddamn gym. Je moet gaan lopen. Je hebt toch geld, dus je hebt meer vrije tijd. Dus zorg voor jezelf. Zorg voor jezelf. Eet gezond. We hoeven geen moxalesi meer met gerookte kip, nek, zoutvlees. Dus alleen bij ons heb je in één
één soep, 16 soorten vlees. En vis en garnaal. Alleen bij ons, we zitten nog steeds met die slavenmentaliteit. En het maakt ons kapot, man. Ik zie heel veel van mijn tantes, mijn nichten, te groot zijn. We zijn veel te groot. Dan vind je het gek dat je suikerziekte hebt. Dan vind je het gek dat je andere soort ziekte hebt. Diabetes hebt. Let op, laten we... Geef ons gewoon de informatie die we nodig hebben om gewoon sterk te zijn van binnen. Mentaal sterk zijn, zodat wij jullie dingen kunnen leren die wij nu leren. Want we hebben niets geleerd van school. We hebben alles, de gekste wat ze ons hebben gegeven is internet. En we hebben er gruwelijk gebruik van gemaakt. Ik vraag jullie serieus, luister ook naar ons. Want wij luisteren zeker naar jullie. Maar wees zeker niet bang om jouw zoon, dochter, nichtje een recept te geven dat misschien haar of zijn leven kan veranderen. Ik wou dat gewoon even kwijt, man. Want die auto die je vroeger reed, die Benz, die had geen stuurbekrachtiging. En je moest die raam opendraaien. Die dingen rijden we niet meer. Dus ik wil die verhalen ook niet meer horen. Weet je, dingen worden oud. Kennis niet. Baba.